Hallo beste kijkers en welkom bij deze nieuwe aflevering van Road to Eredivisie. En ik heb meteen een verandering aangepast naar aanleiding van de comments. Jullie hadden gezegd dat ik iets te veel Ajax'e vorm zit, dat leek alsof ik een voorkeur had voor een Eredivisie club. Wat overigens niet het geval is. Maar ik vond dat jullie dus wel gelijk hebben, dus ik heb hem vervangen met Inform Ziyech. Dus ik heb nu een ander Inform, zodat het een beetje gelijk blijft qua clubs en de Informs die ik van ze gebruik. Dus ik hoop dat het daarmee opgelost is en dan gaan we nu in de eerste wedstrijd. Dus ik hoop jullie gaan genieten van deze aflevering. In ieder geval te liken, te abonneren en met op Twitter en Instagram links te beschrijven. Staan. En dan in de volgende wedstrijd, jongens, daar gaan we nu. Dus tot zo. Nog een kleine update in divisie 4. Hebben de eerste twee wedstrijden in divisie 4 gewonnen. En nadat ik met dit team heb gespeeld, van ons hoofd eredivisie team, zeg maar, dan ga ik nog spelen met het team wat ik gebouwd heb in de vorige aflevering. Dus daar kan ik even op wachten. Nou, in de eerste tegenstander dan 80 rating. En het is een volledig goud team. Het is best prima. Hulk in de spits. Ook moet ik trouwens nog eventjes zeggen. Milik heeft toch een extra inform gekregen. Dus ik ga kijken wanneer ik me gewoon inform ga verkopen. En de second inform ga halen. Willems nog een inform gekregen. Ik moet Kuyt nog halen. Ik moet Ayoub inform nog halen. Vincent Jansen. Noem het maar op. We moeten nog zoveel spelers halen. We gaan maar eens even in de eerste wedstrijd. Lekker weertje met deze wedstrijd tegen Tobias Sara. Ik ben benieuwd hoe onze nieuwe aanwind Ziyech het gaat doen. Of hij het beter gaat doen dan onze Klaassen. Want die was best prima. Op Fischer, op naar Milik. Milik blijft maar rennen, daar zie ik Fischer in het midden lopen. Pas naar Fischer en schieten, dat is een doelpunt. 0-1, prima gespeeld van Milik. En Fischer die het afmaakt. Vierde minuut, al een goaltje voor ons. 0-1 is een feit. We gaan nu eens kijken dat die paas best prima was. En ja, dan is het gewoon vrij simpel intikken. Nou Jetro, gooi hem op het koppie. Dat was niet op het koppie, maar Ayoubi staat hier. En Ziyech gebruikt dribbling. Dat doet hij. Schieten maar Ziyech. Nee, die is geblokt. Dat is heel jammer. Maar Ziyech heeft wel opvallende schoentjes. Dat valt me op. Hij heeft gele schoenen en daardoor zie ik hem meteen. Dat vind ik altijd fijn. Bruh. Ja, dat is een prima schot. Ja, Sillis had daar echt moeite mee. Je zag dat hij dook en dat hij al dacht van shit, deze ga ik sowieso niet pakken. Maar hij pakt hem tegen alle verwachting in. Blijf rennen. Oh, het ligt hier helemaal open. Het ligt gewoon helemaal open en hij komt uit. Les Chen kan het alleen niet afstraffen. Ayoub dan. Les Chen tweede. Nee, het lukt gewoon niet. Het wil niet lukken. Nee. Oep, oep. Fischer, rennen maar. Rennen en sprinten. Dan kom je wel bij de goal. Oep, oep. Die zag niet aankomen. Oep, oep. Op de paal. En ik mis. Paas maar door. Zie echt, daar loopt Les Chen. Die had sneller moeten. Nou, Les Chen, hij komt uit. Die spelen we uit. Ja, dat is heel stom. En schieten maar. En dat is een doelpunt. 0-2. Lijkt alsof ik een Nederlands commentator ben. Maar dat is een doelpunt. Want dat zeggen ze eigenlijk iedere goal. En dat een P-goal, joh, was. Alleen, dit was geen pegel, maar het was wel een lekker doelpuntje. Pas hem maar. Huppakee, Jeffrey Bruma, blijf maar rennen. Dat is een vrije trapscheids. En hier kunnen we wat mee. Hier kunnen we zeer zeker iets mee. Wordt het Milik of Ziyech? We gaan eens even kijken wie het wordt. Ik denk dat ik hem maar Ziyech ga geven. Iets meer power. Gaat dit hem worden? Ziyech, Ziyech! Oh, dat is al een doelpunt! Een vrije trap! Hakim Ziyech, hij maakt hem. Eerste goal zijn debuut, 0-3. De Jan is compleet voor het einde van de eerste helft. En Ziyech die meteen zijn stempel op de wedstrijd drukt. Nou jongens, hij is gereed kwit. Dat is snel naar de eerste helft. Les Chen en Ziyech en Ayoub man of the matches. En we krijgen heel veel coins. En we hebben weer een winst in de tas. 3 overwinningen in divisie 4. We stormen af op die divisie 3. Even de upgrade van Bazur kopen. Die heeft upgrade gekregen van 75 naar 76. En dan moeten we ook nog Guardado kopen. Maar hier is Bazur. En de Guardado upgrade is ook een feit. Hij is van 80 naar 31 gegaan. Hij heeft ook een 32 in vorm. Die moet ik nog halen zodra, ja, zodra de mogelijkheid daarvoor is. Maar eerst moet ik andere informs halen. Maar dus hebben we nu Guardado. Ik zie hier ook dat de 31 Milik helemaal niet zo duur is. 16.000 muntjes. Misschien zelfs nog minder. Dus als ik me gewoon in vorm van Milik kan verkopen voor 11.000, 12.000. Dan hoef ik maar een paar wedstrijden extra te spelen. En dan heb ik al 31 Milik. In de tussentijd gaan we een potje spelen met Vitesse. Dit is het team van Vitesse, als je de vorige aflevering niet meer weet. We hebben hier eigenlijk alle spelers van Vitesse volgens mij. Kevin Dix op rechtsback. Dus dit gaat hem compleet worden. Tweede wedstrijd, let's go. Let's go, tweede tegenstander. En ja, dit is een vooral voor een groot deel PSG-team. Met een aantal Fransen. Oh nee, oh nee, 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 nee. Ik ben echt voor een pannenkoek aan het verdedigen. En ik weet niet hoe het Rome die eruit houdt. Hoppakee, op naar Rashica. De upgrade, de grootste upgrade van Vitesse. Rennen maar, hij wordt alleen volledig afgestopt tot Thiago Silva. Asciente, pas hem door. Hup, Kazashvili maakt hem maar af. Kazashvili maakt hem af. Keeper, geen kans, want hij heeft 5 sterren weak foot. En dat is de 0-1, jongens. 10 minuten. We hebben de 1-0 gescoord. En ja, we staan alweer voor in deze wedstrijd. Oh-oh, oh-oh, nee, nee, nee. Ah, oh, en het is al 1-1. Rome weet niet wat hij aan het doen is. Hij maakt een of andere rare regenboogbeweging. Zo van, wow.
wow, en dan stopt hij hem niet. En ja, dat is de 1-1 binnen een paar minuten. Hij komt hier dan gevaarlijk. Gaat hij ook iets doen? Dat is de tweede vraag. Dat is de tweede vraag. Lotto Weekend Millionaires. Hij heeft hem niet. Hij vindt geen 1 miljoen euro, maar blijft steken. Oh nee, dat is heel stom. Prima, Ibarra, rennen. Oh nee, Kazashvili. Hij stopte met zijn loop. Oh, hij geeft hem gewoon recht mijn voeten. Dankjewel. Nou, Douda, maak hem eraf. Ja, dat is heel stom. Van een 1-2. Prima afgemaakt onze spitsie. En ja, hij maakt voor de stomme fout en die straf je dan af. En dat is het 1-2. Nee, 1-3, het is een feit. Onze Braziliaanse sentiment, die sowieso eruit zag als een echt beast, scoort hier de 1-3. Echt 2 minuten, of 1 minuut zelfs, maar na de andere goal. Dus dat is alweer heel snel gegaan, jongens. We staan er weer dik voor. Oh, nu loopt hij mij uit. Van der Werf tegen Fake hier. Wat gaat hem worden? Welke gaat het worden? 1 tegen 3. 1 tegen 3. Nee! Ah, ik blok hem niet. Rome Beast! Ja, hij heeft hem. Hij houdt deze dan toch wel als een beast. Yo, Nathan. Rennen maar. Scoren maar. Hoppakee. 1-4. Dat is er weer een doelpunt erbij. Pas maar door. Kazashvili, 5 sterren, zwakke been. Keeper is uitgespeeld. Ik schiet hem alleen mis voor open doel. Dat is niet de 1-5. Die blijft even uit. Net op tijd gepaast. Rashica. Rashica, en dat is de Rafika in Modern Warfare 2. En schiet hij deze niet. Een headshot. Oh, dit is weer een fout van mij. Verdedigend foutje. Wat is dit? Wat is dit voor een goal? Holy shit, wat is dit shit? Dit is echt heel slecht. Kijk dan. Fucking Rome. Oh nee, daar komt hij met Cavani. Stop hem maar, voet ertussen. Oh, zet hem de voet ertussen. De voet was er niet fatsoenlijk tussen. Nu is het 3-4. En daar kan hij nog gelijk spel worden als hij niet opschiet. Door zo'n rot goal net. En nu wordt het toch weer spannend. Onnodig ook. Rashica. Hij tackelt onnodig. Ik heb de bal nog steeds. Rashica, schiet hem maar. Oh, dat is een goal. Dat is een heerlijk doelpuntje ook. Onze upgrade van het team. De 3-5. Lekker opskeer. En daar hou ik van. 3-5 binnen 60 minuten. Echt 8 doelpunten. Nu dan Ibarra met zijn laatste puntje kracht. Cassia kan er niet bij. Heeft nu 60 pace. Moet met zijn 60 pace terugrennen. Maar is niet meer nodig. Want we winnen. 3-5 met Vitesse. Tot nu toe hebben we volgens mij met vrijwel ieder team die we hebben gemaakt gewonnen. Dus dat is wel chill. Dus een klein pluspuntje. En we hebben muntjes. We hadden ook al veel meer schoten. Iets minder op doel. 5 schoten op doel. 5 goals. Dat is best accuraat. Maar we hebben al 4 wedstrijden gewonnen. Uit 4. Nou, dan gaan we nu in de derde wedstrijd. Je zag je net dat we het hoofdteam gaan gebruiken. We komen tegen Team Dybala. Oh, is dit een hybrid? Dit is een hybrid, jongens. Die zie je niet meer zoveel. Volgens mij heeft iedereen ook gewoon volledige chemistry. Nou, op naar Milik en is het al de 1-0. Dit is nog niet de 1-0. Hij stopt hem nog. Dit scheelt al heel weinig. Prima aanval. Alleen net niet afgestraft. Willempies, op het koppie. Nee, zie echt dan. Nee. Hij doet een fake. Dit is jammer. 1-0 achter. Omdat hij hem zweet. Dus een pijnlijke zweet. Ook hij heeft een opskeer. En ja, dat is nodige informatie. En dan gaan we op naar de gelijkmaker. Nou, skills. Skills komen goed. Skills gaan compleet fout, bedoel je? Oh, hij maakt hier een fout. Hij maakt hier een cruciale fout. Les Chen heeft de bal. Alleen nu niet meer. Milik wel weer. Milik, schiet er maar. Milik. Oeh, raken links naast. Even op hoogdrukken spelen, want hij heeft veel te veel kansen en dat vind ik niet fijn. Dus ik ga even die ruimtes kleiner maken. Ja, op naar Ayoub. Ayoubie, ga jij het voor mij doen? Ayoub! Oh, hij schiet er echt net over. Oké, Les Chen, kom. Les Chen, pas hem door. Ja, Milik, nee! Mis hem dan niet. Oh, pak hem fatsoenlijk aan. Ah, het ligt helemaal open. Nee, de timing! Hoezo verdedigt hij zo slap? Ja, ik stond alles op de aanval, dus ik kon er toch weinig tegen. Maar hij scoort een 0-2 hier. En dit is voor de eerste keer een lange tijd dat ik weer eens een keer een wedstrijd verlies. Dit is pijnlijk. Nou, fluit maar af, scheids. Ja, dit is heel jammer. Ik verlies weer een keer een wedstrijd. 0-2 was wel verdiend voor hem, want ik heb uiteindelijk weinig kansen gehad. Ik kon niks creëren, zijn verdediging stond gewoon heel goed. Uiteindelijk is het jammer, maar ja, zo moet het zijn. Nou, ik ben iedereen die niet van de Eredivisie is aan het discarden. Die wel tradable is. Zodat ik uiteindelijk genoeg heb voor Info Milik. Dus hopelijk heb ik genoeg.
Oké, nou nu moet ik jammer genoeg Milik discarden om genoeg coins te hebben. Hij heeft voor mij 23 goals gescoord in 20 wedstrijden. Dat is echt een ziek record. Hier zie ik er eentje. 14,5k. We hebben de upgrade van Milik, de second in vorm. Dus dat is chill. Hopelijk speelt hij goed. We zien het in de volgende aflevering, moet ik zeggen. En als team ziet er dan uiteindelijk zo uit. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende aflevering. Vergeet de video niet te liken, te abonneren nogmaals als je het niet gedaan hebt. Dan zie ik jullie bij de volgende video, jongens. Later.